Het veengebied van Steenwijkerwold was vroeger rijk aan herbergen. De meeste zijn in de loop der jaren verdwenen, maar in Muggenbeet treft men ook nu nog de herberg van Geertien aan. Het gehucht Muggenbeet is al zeer oud en het is vroeger dichter bevolkt geweest dan nu. Tot 1881 had men hier een eigen school die in dat jaar naar Wetering is verplaatst. Toen in het jaar 1632 dwars door Steenwijkerwold het Steenwijkerdiep werd gegraven, hebben de bewoners van Muggenbeet in dat werk een belangrijk aandeel gehad. Door zijn brede vaargeul, die aansluit op het Giethoornse meer, is Muggenbeet een ideale plaats voor een watersportcentrum. Maar tot 1961 heeft niemand het initiatief tot de stichting daarvan genomen. Dat neemt niet weg dat er reeds talrijke vakantiegangers zijn die de schoonheid van Muggenbeet hebben ontdekt. Zij varen met hun zeilboten de brede geul op en leggen dan stevast even aan om de streek te verkennen. Op een hoger gelegen gedeelte van Steenwijkerwold vinden wij het oude landgoed de Eese, dat als een der oudste bewoonde plaatsen van de gemeente Steenwijkerwold mag worden beschouwd. Een aanwijzing voor die ouderdom is het hunebed dat op de Eese tot 1780 heeft gelegen. Waarschijnlijk heeft deze oude begraafplaats het lot van zoveel Drentse hunebedden gedeeld
en zij de grote stenen stuk geslagen om de dijken rond de Zuiderzee ermee te kunnen verstevigen. Wel treffen wij er nog een gedeelte van het oude slot dat in de geschiedenis van het landgoed zo'n voorname rol heeft gespeeld. Dit slot moet in vroeger eeuwen veel groter zijn geweest. Een overblijfsel van de grachten is nog op verschillende plaatsen rond het gebouw aan te wijzen. Aan de jachtpartijen die vroeger op de Ees hebben plaatsgehad, herinnert ons het jachthuis dat genoemd werd naar Sint Hubertus, de patroon der jagers, die volgens overlevering eens tijdens een jacht een hert zag dat een stralend kruis tussen de stangen van het gewei droeg. De koeien die op het landgoed de Eese vredig grazen, op de bosomgeven weiden, zien op zomerse dagen hun beeld weerspiegelen in het water van de oude gracht. De grote en de kleine steen op het landgoed, die tot in de wijde omtrek bekend staan als de koe en het kalf, hebben daar echter geen weet van. Deze plaats aan de rand van het landgoed staat in de volksmond bekend als een oud-Germaanse rechtplaats. Het oude jachthuis, dat op een van de hoogste gedeelten van het landgoed de Eese werd gebouwd, heeft wat type betreft in Nederland geen evenbeeld. Na de jacht kwam men hier bijeen om de resultaten van de dag te bespreken onder het genot van wildbraad en een roeber wijn. Dat het ook toen niet heeft ontbroken aan jagerslatijn, dat de net gemiste herten en wilde zwijnen van uur tot uur groter deed worden, daarvan kunnen we overtuigd zijn. Uit de geschiedenis van deze streek is bekend dat dit landgoed in 1371 een hof was, zoals er meerdere binnen het gebied van steden.